Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond, alle lieve luisteraars. Waar u zich ook ter wereld bevindt. Ik heet u van harte welkom in ons programma Soul Light. Een programma van bewustwording en zingeving dat we elke woensdag verzorgen vanuit Rotterdam via Stoomvaste Radio. Het programma wordt gepresenteerd door mijn echtgenote, Ioline Jesseren, samen met mijn spirituele broer, Karel Mahler. Allebei voeden en verwarmen ze u met prachtige meditaties. Mijn naam is Hans Hogerheide. Ik verzorg de techniek en de muziek. En omdat we vanwege de lockdown de uitzendingen thuis opnemen en samenstellen, heb ik meer dan in de studio mijn handen vrij om af en toe ook zelf iets te presenteren. Aan het einde van het programma zal ik u de telefoonnummers geven waarop we via WhatsApp bereikbaar zijn. Deze informatie kunt u ook vinden op de Facebookpagina van het programma. Deze heet heel toepasselijk Soul Light met een streepje tussen Soul en Light. We zijn ook per e-mail te bereiken op het adres info@soulight.nl. Ook hier met een streepje tussen Soul en Light. info@soulight.nl. Mede namens Ioline en Karel wens ik u een mooie uitzending toe. We hopen dat u er met hart en ziel van zult genieten. Het programma heet Soul Light. We hebben als titelsong Love, Peace, Harmony.
Voordat ik verder ga, zou ik graag nog even een uitleg geven over Love Peace Harmony, wat dat betekent. In het Nederlands ga ik het even uitleggen, want het wordt gezongen in zieletaal op dit moment, in het Mandarijn, Chinees en in het Engels. Maar in feite wordt het in meer dan 40 of 45 talen gezongen op dit moment. Ik heb hem nu vertaald in het Nederlands en een kleine uitleg geven wat deze mantra betekent. Ik hou van mijn hart en ziel. Dat wil zeggen, je houdt van jezelf. Je houdt van alles wat er in jou aanwezig is. Je houdt van al je organen. Je houdt van jezelf, van hoe je eruit ziet, van wat je doet. Het maakt niet uit of je dun of dik bent, of je licht van kleur bent of donker van kleur. Je houdt van jezelf om wie je bent. Hiermee eigenlijk geef je liefde aan jezelf. Geef je liefde aan elke cel in je lichaam. En dat brengt heel veel vreugde. Dat brengt heel veel, eigenlijk ook heling met zich mee. Het helen van jezelf. Het helen van alle aspecten van je leven. De tweede zin is, ik hou van de hele mensheid. Dat wil zeggen, je houdt van alles om je heen. Je geeft de liefde aan alle mensen om je heen. Hierdoor worden, als we van elkaar houden, wat heb ik al een paar keer gezegd, hoe voel je als je weet dat iemand van je houdt? Je voelt je gelukkig, je bent gezond, je huppelt, je springt, je doet van alles. En doordat je liefde geeft aan je medemens, creëer je, zonder dat je het misschien beseft, een harmonieuze relatie. Je creëert saamhorigheid. En hierdoor verspreid je, door het geven van liefde aan de mensheid, verspreid je meer licht en liefde. Want degene wordt ook blij, degene wordt ook gelukkig. En daardoor worden alle mensen om je heen, voelen zich heel blij en happy en gelukkig. De volgende zin is, breng harten en zielen tezamen. Eigenlijk is dit een oproep vanuit waar we gekomen zijn. Wij noemen het de bron, je kan zeggen van God. Wat voor mijn naam je ook weer aan wil geven, dat maakt niet uit. Het is gewoon vanuit de schepping. Vanuit een oproep vanuit de bron aan ons mensen eigenlijk. Is om alle problemen die wij op dit moment ervaren in de mensen, op de wereld. Als je kijkt wat er om je heen gebeurt. In elk land heb je zo je eigenlijk. Het lijkt wel alsof er een kettingreactie van alleen maar negatieve ervaringen die er op dit moment ervaren wordt op de wereld. Door die afgescheidenheid is dat ontstaan, omdat wij ons elkaar niet accepteren voor wie we zijn, voor wat we zijn. We denken meer aan macht, aan geld, aan de ander onderdrukken. En waardoor we eigenlijk afgescheiden van elkaar. Want één ding vergeten we. We komen uit één bron. Dus we zijn allemaal hetzelfde. Ook al ben je in China geboren, of in Suriname, of in Nederland, of in Afrika, welk land in Afrika. We zijn allemaal één. We verschillen in kleur of in onze culturen, opvattingen, maar in feite zijn we als mens allemaal één. Dus de oproep vanuit de bron is om eigenlijk de zielen bij elkaar te brengen. Dat wil zeggen zielen van mensen, zielen van dieren, planten, dus flora en fauna. Zielen van de planeten, de sterren, sterrenstelsels. Want in feite zit alles wat er buiten ons zit, zit ook in ons. En dat is iets dat we ons best mogen gaan realiseren. Dan heb je de volgende zin is liefde, vrede en harmonie. Als wij onze harten en zielen eigenlijk geopend hebben en verbonden zijn met elkaar, dan kan je eigenlijk de totale liefde, vrede en harmonie belichamen. Dan kan je het ervaren en dan kan je het ook dieper uitstralen. En dan creëer je een eenheid, een saamhorigheid in de maatschappij, in alle werelddelen. Eigenlijk met alles wat er bestaat, met alle planten en dieren. Met moeder aarde creëer je eigenlijk één geheel met elkaar. De tweede, liefde, vrede en harmonie. Pas als wij met z'n allen één geworden zijn, een eenwording van mens, plant, dier, universum, moeder aarde, dan
dat is eigenlijk het ultieme doel, is eigenlijk om een liefde, vrede en harmonie universele wereld te creëren. En wat zal het niet mooi zijn om dat te ervaren. Dat we met z'n allen echt één zijn. Dat er geen afstand is, ongeacht, nogmaals, kleurverschil. Ongeacht je geaardheid, je geloofsovertuiging. Het maakt niet uit. Als we met z'n allen één zijn, wat zou het dan, denk ik, een heel andere wereld zijn dan waarin we op dit moment leven. Dat is gewoon even een uitleg van de mantra Love, Peace, Harmony, of Liefde, Vrede en Harmonie. Dat is eigenlijk onze titelsong. En ik zou met deze mantra ook een love meditation willen doen. Dat willen we eigenlijk nu elke week aan het begin van het programma doen. Een liefdesmeditatie, love meditation. Om zo eigenlijk onze ziel, geest en lichaam tot rust te brengen. Want soms heb je hele nare gesprekken of hele felle discussies of argumenteren of situaties waarin je verkeert, waar je eigenlijk helemaal uit je doen raakt. Dus om te beginnen doen we een love meditation. Wat is een love meditation? Love meditation is zoals wij nu het programma verzorgen. Er zijn een aantal luisteraars of heel veel luisteraars die meeluisteren. Hè? En het is eigenlijk een samenkomst van een groep mensen of mensen om eigenlijk liefde te schenken aan elkaar, liefde te voelen. Dus in het Engels is het to embody love, to share love and to feel love. Dus deze meditatie is eigenlijk om die liefde te ervaren. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb het één keer echt heel diep de liefde ervaren. Als ik zeg liefde vanuit de bron, met Jezus voor mij. Nou, ik zeg, het is een onbeschrijfelijk gevoel. En omdat ik dat ervaren heb, en ik weet hoe het voelt, probeer ik het ook met anderen. Ik kan zeggen, ik kan het je overbrengen, maar gewoon mensen te laten realiseren dat als je eenmaal dat gevoel hebt gehad, dan wil je het aan iedereen geven, wil je het aan iedereen, met iedereen delen. En door die meditatie, dan hoop ik dat u ook, ook al is het niet volledig zoals ik het ervaren heb, maar dat u toch een tipje van dat liefdesgevoel dat krijgt en voelt, waardoor u het programma begrijpt wat wij eigenlijk willen presenteren aan uw luisteraars, aan de mensen om ons heen. Van onze spirituele leermeester hebben we geleerd van hij heeft van eensins geheimen. Hij zegt altijd in het Engels, love melt all blockages. Love transform all life. Liefde lost alle blokkades op. Liefde transformeert al het leven. Al het leven is eigenlijk alles. En gedurende deze meditatie kom je eigenlijk in een diepe staat van ontspanning eigenlijk. Hè? Je focust je op je energie, je focust je op het licht, waardoor je liefde brengt eigenlijk in elk orgaan, in elke cel in je lichaam. En waardoor er een diepe rust, een diepe ontspanning ontstaat. En waardoor eigenlijk je voedt je lichaam eigenlijk met die liefde. Je voedt wie je bent eigenlijk met die liefde. Dus ik zou u willen vragen of als het mogelijk is, als u thuis bent, even rustig te gaan zitten. Bent u op kantoor? Nou, ga naar binnen. Je kan je werk blijven doen, maar toch met je diepe ziel verbonden zijn om deze meditatie samen met ons te doen. Zit je in de auto? Luister alsjeblieft, maar hou je ogen gefocust op de weg. Want het moet de bedoeling zijn dat je daardoor ook brokken gaat maken. Bent u ziek? Ligt u in het ziekenhuis of ligt u op bed? Sluit alsjeblieft de ogen. Lig rustig en ontspannen. En dan ga ik even een invocatie doen.
lieve, lieve, al onze organen, al onze cellen, al onze systemen in het lichaam, alle ruimtes tussen de organen en ruimtes tussen de cellen. Lieve al onze meridianen, al onze acupunctuurpunten, al onze energiecentra's in het lichaam. Wij houden van jullie, we eren jullie en waarderen jullie. Activeer jezelf alsjeblieft en ontvang het licht, ontvang de liefde van deze liefdesmeditatie. Open je om het te ervaren. Open je om de grootste liefde te ervaren, te voelen. Dank je wel. Lieve de mantra, love, peace, harmony. Liefde, vrede en harmonie. Met al jouw licht. Alle heiligen die aan jou verbonden zijn. Alle liefde die je uitstraalt. Ik hou van jou. Ik eer je en ik waardeer je. Kom alsjeblieft en geef elke luisteraar een zegening of een heling. Laat die jouw liefde, laat die jou ervaren. In elke orgaan, in elk systeem en in elke cel. Transformeer zoals gepast. Alle negatieve informaties in het lichaam. Open de harten en zielen van elk luisteraar, elke ziel op Moeder Aarde. Dank je wel. Lieve luisteraars, ik ga zelf deze mantra chanten in plaats van de muziek af te draaien. Ik begin in zielentaal. Blijf alsjeblieft ontspannen en ontvang de zegening van deze mooie mantra. Ontvang de liefde. Ontvang het licht. Lula, lula, li. Lula, lula, la, li. Lula, lula, li, lula. Lula, li, lula. Lula, li, lula. I love my heart and soul. I love all humanity. Join hearts and souls together. Love, peace and harmony. Love, peace and harmony. Ik hou van mijn hart en ziel. Ik hou van de hele mensheid. Breng harten en zielen tezamen. Liefde, vrede en harmonie. Liefde, vrede en harmonie. Mi lobi mi ati nangamikra. Mi loba la di bisma. Bondru atanga krakoma kandra. Flobi vrede nanga harmonie. Flobi vrede nanga harmonie.
Lula, lula, li. Lula, lula, la, li. Lula, lula, li, lula. Lula, li, lula. Lula, li, lula. I love my heart and soul. I love all humanity. Join hearts and souls together. Love, peace and harmony. Love, peace and harmony. Ik hou van mijn hart en ziel. Geef alsjeblieft jezelf een knuffel. Ik hou van de hele mensheid. Visualiseer de mensheid om je heen en geef ze een knuffel. Breng harten en zielen tezamen. Liefde, vrede en harmonie. Liefde, vrede en harmonie. Mi lobi mi atang amikra. Mi loba la li misma. Bondru atang akrako makandra. Flobi vrede en harmonie. Flobi vrede en harmonie. Nu even in stilte, lieve luisteraars. Visualiseer de liefde voor jou. Visualiseer het licht van liefde, vrede en harmonie. Die bij jou in je hart zit. Voel die liefde. Voel het licht dat door je heen stroomt. Dat is het licht en de liefde vanuit de bron. Dat is het licht en liefde vanuit God. Vanuit Allah. Vanuit Yahweh. Vanuit Moeder Maria. Vanuit Jezus, vanuit welke geloofsovertuiging je ook bent. Voel die liefde, voel het licht door je heen stromen. Voel het in elke cel, in elk orgaan. Voel de rust die bij jou van binnen ontstaat. Voel de genegenheid van je medemens. Ervaar dit. Ga ik verder met de mantra. Lula, lula, li. Lula, lula, la, li. Lula, lula, li, lula. Lula, li, lula. Lula. I love all humanity. Join hearts and souls together. Love, peace and harmony. Love, peace and harmony. Ik hou van mijn hart en ziel. Ik hou van de hele mensheid. Breng harten en zielen tezamen. Liefde, vrede.
liefde, vrede en harmonie. Milo bi mi ati nanga mikra, milo bala li bisma, bondru atanga krako makandra, flobi freda nga harmoni, flobi freda nga harmoni. Lieve luisteraar, ervaar het licht, ervaar de liefde vanuit de bron. Open je hart, open je ziel om dit te ontvangen, om dit te ervaren. Voel de liefde, voel het licht. Met deze mantra, welke wij elke week afdraaien, onze titelsong, gaan we elke week ook deze Love Meditation toepassen. Want mediteren doen we niet vaak. Maar op die manier kom je dichter bij je hart en dichter bij jezelf. Ik dank jullie allemaal om meedoen met deze meditatie. De Love Meditatie. We zeggen hou, hou, hou. Dank je, dank je, dank je. Love you, love you, love you. Gong song, gong song, gong song. Betekent keer respectvol terug. En ervaar wat deze mantra met jou gedaan heeft.
to me. God give his love to me. My heart melts with his heart. My love melts with his love. Lieve luisteraars. Ga ontspannen zitten. Of ontspannen liggen. En terwijl je ontspannen zit of ontspannen ligt, doe je ogen dicht. En leg je één hand op je onderbuik. En die andere hand leg je op je boodschapcentrum, je hartchakra. En terwijl je zo ontspannen zit of ontspannen ligt en je ogen dicht hebt, adem je heel rustig in en uit. En bij elke ademhaling die je doet, word je rustiger en kalmer. En voel je je lichaam meer ontspannen worden. Je ademt in. Je ademt uit. En terwijl je zo in en uit ademt en je ogen dicht hebt, let je op je ademhaling. Je voelt, je visualiseert prachtig gouden licht wat via je hoofd, via je kruin naar beneden, naar je onderbuik gaat. En tegelijkertijd voel je liefdevolle energie vanuit je voeten naar boven, ook naar je onderbuik gaan. Bij elke ademhaling voel je meer gouden licht en die andere prachtige energie vanuit je voeten naar je onderbuik stromen. Dat prachtige gouden licht wat via je hoofd in je komt, dat is de liefde van de hemel. En dat prachtige liefdevolle energie wat via je voeten naar je onderbuik stroomt, dat is die hele grote mooie liefde van Moeder Aarde. Je ademt in. Je ademt uit. Je ademt in
Je ademt uit. En je voelt in je onderbuik een prachtige gouden lichtbal. En terwijl je zo in en uit ademt, voel je je hart, je hartchakra. Die wordt warm van blijdschap. Die wordt warm van blijdschap van de liefde. Wat je zomaar van de hemel en moeder aarde krijgt. En die blijdschap die in je hart voelt, die visualiseer je. De gouden lichtbal in je onderbuik wordt groter. Bij elke ademhaling wordt die groter. In jouw hart wordt ook groter van blijdschap en vreugde. En dan zie je, plotseling de blijdschap die jij van de hemel en moeder aarde krijgt. De blijdschap die je voelt, zie je in de vorm van een prachtige, warme, schitterende, schijnende zon. De natuur van moeder aarde, die vertelt je dat die blij is met jouw liefde, met jouw blijdschap. De zon laat zien wat moeder aarde aan jou vertelt. Je ziet prachtige kleuren. Bomen. Vogels en dieren en het water. Wat ongelooflijk mooi strand. De vogels, het orkest van de vogels. De kleuren van de bomen, de bladeren. Je geniet. En alle andere geluiden die eromheen hoort, die vallen weg. Die vallen weg, want jouw blijdschap is zo krachtig en zo sterk dat je niet anders kunt dan jouw paradijs, wat jij ziet, om dat te beschermen. En alle geluiden die om je heen zijn, die vallen weg. En jouw liefde en blijdschap wordt alleen maar sterker en sterker. De vogelgeluiden, de kleuren van de bomen, de bladeren en het prachtige water wat zo mooi stroomt onder de stralen van de zon. Het verrijkt jouw blijdschap. Het verrijkt jouw liefde. Het verrijkt de verbinding die je voelt met moeder aarde en met de hemel. En dan merk je dat de kracht van jouw blijdschap en jouw liefde
ervoor gezorgd heeft dat geluiden van buitenaf, dat die weg zijn gegaan. En je wordt nog blijer. Je wordt nog gelukkiger. Je voelt nu nog sterker de verbinding tussen de liefde van de hemel en moeder aarde. Die voel je nu nog sterker als blijdschap in je hart. En je kijkt weer naar jouw paradijs. En nu hoor je de vogels nog mooier zingen dan je ooit hebt gehoord. En de kleuren. De kleuren van de bloemen en de bladeren worden nog mooier dan je ooit hebt gezien. En je hoort kinderen heel blij spelen. En genieten van de natuur. Je hoort ze in het water spelen. En lachen en schreeuwen naar elkaar. Je ziet de vreugde en de liefde in de kinderen, de blijdschap. En dan? Dan voel je jezelf weer. Jij als kind, spelend in de vrijheid van de natuur. Spelend in de vrijheid van de natuur met de zon en het water. En alle kleuren en geluiden ontdekkend. En toch het gevoel hebben van, ja, maar hier hoor ik thuis. Dit is mijn speelterrein. Dit paradijs is mijn speelterrein. En je wordt nog blijer. Je wordt nog veel blijer dan je dacht dat je kon worden. En je speelt. Als kind. Volledig opgenomen door de natuur en het spel. Speel je. Met alleen maar blijdschap. Blijdschap in je hart. Blijdschap die uitstraalt via je ogen en je glimlach. Blijdschap die uitstraalt door de ideeën die je krijgt en meteen wil uitvoeren. Blijdschap die je krijgt, waardoor je dingen gaat doen die je anders nooit had durven doen. Als kan. Want alles wat in je zit, die blijdschap, dat is liefde. Jouw hart, jouw ogen en jouw glimlach dansen, dansen van blijdschap in het paradijs. En bij elke ademhaling die je doet, voel je de blijdschap en het dansen als kind in het paradijs alleen maar groter, groter en groter worden.
Je bent zo blij. Je bent zo ongelooflijk blij en je hebt zo lang gedanst van blijdschap dat je zonder het in de gaten hebt op een gegeven moment van blije vermoeidheid in het gras bent gaan liggen. En terwijl je daar zo lag, ging je dromen door je. Want je keek naar de wolken, je keek naar de hemel, je keek naar de zon. Je keek naar de vogels, die zo mooi aan het praten waren. Die zo mooi hun verhaal van de hemel aan jou doorgaven. En terwijl je daar zo als kind lag, viel op een gegeven moment met een blij gevoel je ogen dicht. En terwijl je doordroomde in je hoofd en nog steeds de geluiden en het geruis en de zon voelde, viel je in slaap. En zo ging het paradijs met je mee in jouw slaap. En na een tijdje werd je weer wakker. Je opende je ogen en je bent nog blijer, want het paradijs wat je droomde was nog steeds om jou, jouw paradijs. Dit programma wordt gesponsord door Zorg op Maat, de thuiszorgorganisatie van Ioline. Zorg op Maat bestaat al 22 jaar en onderscheidt zich door haar menselijke maat. Liefde en menselijk geluk vinden wij het allerbelangrijkste. Zorg die recht uit ons hart komt, dat is onze roeping. Ons kantoor is gevestigd in Rotterdam-Alexander.
en Zorg op Maat is telefonisch te bereiken op 010-212-3710. Ik herhaal 010-212-3710. Vandaag gaan we het hebben over verdriet over je longen, gekoppeld aan je metaalelement. Hoe voel je als je verdrietig bent? Wat doet het met je? En wanneer word je verdrietig? Verdriet kan op verschillende momenten eigenlijk ontstaan. Als iemand iets tegen je zegt dat je niet bevalt. Of als er iets gebeurt. Stel iemand, je bent op school, je hebt een slecht rapport. Is één onderdeel. Maar je kan ook verdriet ervaren als er iemand overleden is. Je kan verdriet ervaren als je niet gehaald hebt wat je eigenlijk wilde behalen in het leven. Dan kan je daar ook verdrietig over zijn. Je kan verdrietig zijn als je een standje krijgt waarvan jij vindt dat het niet terecht is. Dus verdriet heeft eigenlijk een veel grotere betekenis en een hele grote impact op iemands leven. Ik heb u al vaker gezegd, ik ben in de verpleging en ik zie heel vaak cliënten die longproblemen hebben. En zoals ik daarnet zei, verdriet is gekoppeld aan je longen.
Dus meestal, als iemand longproblemen heeft, is het gekoppeld aan een heel diepe verdriet. En soms realiseert je dat niet, dat hierdoor je eigenlijk een iets onder de leden krijgt, wat door, als je vanaf het begin daarop alert bent, dat je dat kan verhelpen. Ik heb heel veel cliënten, ze zeggen COPD is eigenlijk een verzamelnaam van allemaal longziektes. En als je in gesprek gaat met zulke mensen, je gaat echt heel diep in gesprek, dan vertellen ze hoe hun leven is geweest, ze vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt en dan het verdriet wat ze hebben gehad. Dat komt dan op dat moment naar boven. En wat er dan gebeurt, maakt je dan eigenlijk zo nederig om dat te mogen ervaren bij een cliënt. Het is, en door de kennis wat wij nu hebben bij, althans wat ik heb bijgekregen, dan probeer ik op een hele liefdevolle manier met de cliënt of met degene om wie het gaat, daarover te praten. Van wat de verdriet veroorzaakt heeft in het lichaam. Het is opgeslagen in het lichaam, opgeslagen in elke vezel. En zoals ik in meerdere uitzendingen heb aangegeven, alles heeft een ziel. Dus ook je longen heeft een ziel. Dus die ziel is ziek geworden door alle verdriet die er, die het in de loop van jaren of misschien van meerdere levens heeft opgeslagen in het systeem. En door al de verdriet dat opgeslagen is, ontstaat er bijvoorbeeld een bronchitis. Of er ontstaat een longemfyseem. Of een tumor in de longen. Je hebt verschillende longkwalen die ontstaan en die gekoppeld zijn aan groot verdriet. Soms merk je het niet gewoon aan iemand dat die verdrietig is. Maar als ik luister naar de verhalen die verteld worden en de klachten die ontstaan zijn, dan kan je daarop uitmaken, zeg, het heeft met dieper verdriet te maken. En dan ga je naar de dokter, je krijgt een medicatie voor bijvoorbeeld je bronchitis, of je wordt geopereerd. Maar het verdriet gaat er niet, zit er nog. Dus aan dat verdriet zou je eigenlijk kunnen werken om het beetje bij beetje, want dat kan je niet in één keer. Het duurt echt heel lang voordat je echt alle verdriet wat je in de loop der tijden, in de loop der jaren eigenlijk hebt opgeslagen in het systeem, om dat te verwerken. En meestal begint het, als je er nu over praat, dan denk je, oh ja, ik heb verdriet om zo en zo een reden. Ga je daaraan werken om het te transformeren, dan zie je dat dat stukje verholpen is. Maar na verloop van tijd, dan ga je zelf weer realiseren, oh, weet je, ik had nog ook verdriet toen dit was gebeurd, bijvoorbeeld, ik heb mijn diploma niet gehaald, was ik er zo verdrietig om. En dan ga je ook weer daarin, om het te accepteren. Het is geweest, je kan er niet meer aan veranderen, maar je kan wel het verdriet eigenlijk uit je systeem halen. En waardoor er, iedere keer komt er weer een laag naar boven. De verdriet heeft lagen, eigenlijk heeft alles lagen. Dus dat verdriet komt weer omhoog, je gaat ermee aan de slag, je gaat er oefening mee doen, je gaat vergevingsoefening mee doen, je gaat het liefde geven. En dan zie je dat je beetje bij beetje, bij elke kleine stap, steeds vrolijker wordt. Het verdriet kan je steeds meer benoemen. En dan ga je beter zien wat eigenlijk de oorzaken zijn van je verdriet. En in elke oorzaak kan je daar iets mee doen. Daar liefde aan geven, vergeving geven en het loslaten. Ik heb het over verdriet. Als ik kijk, dat zijn twee onderwerpen die ik vandaag ga behandelen: verdriet en vader. In het tweede gedeelte van het programma wil ik het hebben met dieper op geen gaan over de vaders. En ik heb net gezegd, het verdriet komt vanuit de longen. En ik wil met u samen een oefening gaan doen. Eigenlijk om te beginnen een vergevingsoefening doen met de longen. Om het de longen open te stellen, in ieder geval. Om die vergeving te kunnen accepteren, om die vergeving te ontvangen. Waardoor
we in het tweede gedeelte met de vaders een connectie gaan maken. Mag ik u vragen, lieve luisteraars, om deze vergevingsoefening te doen, te gaan zitten met uw beide voeten op de grond. We gebruiken in elke oefening die wij toepassen, doen we een heling, een vergeving, een zegening, de vier krachttechnieken. Daar heb ik het de vorige keer ook al over gehad. De vier krachttechnieken bestaan uit lichaamskracht. Als u gaat zitten met beide voeten op de grond, legt u uw ene hand op uw onderbuik en uw andere hand boven op uw borstkas. Dus boven de borst, tussen uw keel en uw borst. Leg hem plat neer. Onze spirituele leermeester, Master Dr. Shah, heeft ons geleerd: waar je handen legt, daar ontvang je de heling. We leggen onze ene hand boven op onze borstkas. Daar zitten de longen. En we gaan vandaag met de longen aan het werk. Met de longen aan het werk om ze de liefde te geven en vergeving te vragen. De eerste is lichaamskracht, wat we nu net hebben gedaan. Ga met je aandacht naar je longen. Ontspan en adem rustig door tot in je onderbuik. Ontspan je schouder, je gezicht, alle spieren in het lichaam. Voel hoe de energie eigenlijk langzaam opborrelt. Met je beide voeten op de grond voel je hoe Moeder Aarde jou haar liefde geeft. Jou de kracht geeft vanuit je voeten. Stroomt het door je onderbenen naar je bovenbenen en verzamelt zich in je bekken. Gaat verder door in je boven, in je onderbuik en in je bovenbuik. Het stroomt steeds vanuit Moeder Aarde door je lichaam heen. Voel hoe je kruin zich opent als een lotusbloem. De hemel gaat open en er straalt liefdevolle licht vanuit de hemel via je kruin je hoofd in. Ga door je keel, vervult elke cel, elk orgaan, door naar je borstkas. Het vervult je longen met het licht. Het licht van Moeder Aarde stroomt ook naar boven en samen komen ze één in één in jouw longen. Jouw longen is gevuld met het licht van Moeder Aarde en het licht van Vader Hemel. Voel die liefdevolle energie door je longen stromen. Elk celletje in je longen is gevuld met dit licht. Het licht van liefde. Het licht van vergeving. Het licht van compassie. Voel de rust in elke vezel van je lichaam. Voel hoe dat gaat. De tweede krachttechniek is de geestkracht. Is het visualiseren van dit licht, wat ik net benoemd heb, als een mooie gouden bal, als een zon die straalt in jouw longen, die alle verdriet transformeert.
die alle boosheid, alle blokkades in je longen zuivert. Het licht draait en stroomt in je longen, in elke longblaasje, in elke longkwap, in je bronchiën, in elk stuk, tot in de kleinste puntjes, tot in de kleinste celletjes, stroomt dit licht en zuivert alle blokkades, alle opgeslagen verdriet. Lost het op. Sommige verdriet is misschien heel hardnekkig, maar liefdevolle licht lost het op. Wij hebben geleerd van onze spirituele leermeester, Master Sha, liefde lost alle blokkades op. Transformeert. Dus deze liefde lost nu het verdriet op. En gaat schijnen. Dankjewel. We gaan nu verder de aanroep doen. Aanroep is zeggen van hallo. We gaan een aanroep doen naar onze longen, naar de ziel van onze longen. De ziel in ons lichaam. En dat doe je op deze manier. Lieve, lieve, mijn allerliefste ziel van mijn longen. Ik hou van je. Ik hou zielsveel van je. Jij hebt de kracht alle verdriet los te laten. Jij hebt de kracht je te helen. Jij hebt de kracht om de blokkades los te laten. Doe je best. Dank je wel. En nu gaan we de zielen buiten ons aanroepen. Want we hebben een opdracht gegeven aan de ziel van onze longen. En nu gaan we de aanroep doen naar de zielen buiten ons. Kan je op vele manieren doen. Je roept aan. Als je in God gelooft, lieve God, of lieve de bron, lieve moeder Maria, lieve Jezus, geloof je in Allah, roep je lieve Allah. Geloof je in Yahweh, zeg je lieve Yahweh. Geloof je in de zon, nodig je de zon uit. Geloof je in moeder aarde, nodig moeder aarde uit. Alle heiligen in elke laag van de hemel, kom alsjeblieft. Ondersteun ons bij deze oefening. Bij het loslaten van het verdriet om onze longen weer te optimaliseren. Om de liefde te geven aan onze longen en het verdriet los te laten. Lieve, lieve, alle zielen uit alle levens, uit dit leven, die wij op welke manier dan ook verdriet hebben toegebracht, verdrietig hebben gemaakt, vergeef ons alsjeblieft. Wij hebben er niet bij stilgestaan wat dit met zich meebrengt. Vergeef ons alsjeblieft. Wat dit met jullie gedaan heeft. Het kan ook zijn dat jouw voorouders of jouw nakomelingen iemand verdriet heeft gebracht. En daar vragen wij ook vergeving om. Uit het diepst van ons hart vragen wij om vergeving. En wij danken jullie dat jullie naar ons geluisterd hebben. En lieve alle zielen. Die ons, of die mij, of ons, op welke manier ook hebben verdriet hebben gedaan.
ons hebben gekwetst, bewust of onbewust. Of onze voorouders hebben gekwetst, of onze nakomelingen. Wij vergeven jullie onvoorwaardelijk. Wij vergeven jullie onvoorwaardelijk. Want alleen door vergeven kunnen wij verder. Door elkaar te vergeven, open je de deur voor de grootste liefde. Open je de deur voor het grootste licht. Dus wij vragen jullie, vergeef ons en wij vergeven jullie onvoorwaardelijk. Blijf alsjeblieft bij ons en doe samen met ons verder deze oefening. Dank je wel. We gaan een mantra zingen of een lied zingen. Dit is onze eigenlijk herkenningsmelodie. Love, Peace, Harmony. Maar ik heb er al vaker gezegd, alles heeft een ziel. Ook deze mantra heeft een ziel. Dus wij gaan nu de mantra van deze ziel aanroepen om ons een zegening te geven, om ons het verdriet te transformeren, om ons verdriet op te lossen. Lieve de mantra, love, peace, harmony. Lieve de ziel van de mantra, love, peace, harmony. Liefde, vrede en harmonie. Wij houden van je. We eren je en waarderen je. Kom alsjeblieft en zegen deze oefening. Zegen onze longen. Help ons om het verdriet te helen. Help ons om het verdriet los te laten. Om het licht weer in ons te nemen. Om de liefde tot ons toe te laten. Dank je wel. Every time you listen to this music, don't forget to request from your heart any blessing you wish to receive. Then say, thank you, thank you, thank you. Shanti Jai Guang, 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 Shanti
上帝之光，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 上帝之光。Ga rustig zitten. Of ga rustig liggen, in ieder geval. Doe het ontspannen. Dus als je zit, ga dan rustig rechtop zitten in je stoel of op de bank. Beide benen leg je bij de voeten. Doe je plat op de grond. In je beide handen leg je op je onderbuik. Of als je dat fijn vindt, één hand op je boodschapcentrum, op je hartchakra. En één hand op je onderbuik. En als je ligt, doe je hetzelfde. Je gaat ontspannen liggen. Je doet je ogen dicht. En legt of beide handen op je onderbuik. Of één hand op je onderbuik en één hand op je boodschapcentrum. Je hartchakra. Je hebt je ogen dicht. Je ademt rustig in en uit. En bij elke inademing voel je gouden licht in je stromen.
elke uitademing voel je dat wat je niet meer nodig hebt, voel je uitademen. En bij elke inademing word je meer en meer ontspannen. En terwijl je zo inademt, voel je het prachtige gouden licht. En die hele mooie, beschermende energie van Moeder Aarde voel je in je stromen. Je ademt in. Je ademt uit. En je wordt nog meer ontspannen. En terwijl je zo het gouden licht en die prachtige beschermende energie van Moeder Aarde inademt, ga je naar je hart toe. In je hart laat je het gouden licht van de hemel en die prachtige beschermende energie van Moeder Aarde stromen. En dan zie je in je hart een prachtige tuin. Een hele mooie tuin. Met hele mooie bloemen. Je ziet en ruikt de kleuren en de geuren van die prachtige bloemen. De kleuren overweldigen je. En de geur ook. En bij elke inademing komen er meer mooie bloemen bij. De kleuren worden mooier en diverser. En de geur ook. Je blijft doorademen. En de bloemen. Er komen telkens meer bloemen bij. Je voelt je nog rustiger worden. En in die rust, met de bloemenzee die alleen maar groter wordt. In die rust voel je een hele vredige blijdschap naar boven komen. Een hele rustige, vredige blijdschap. Je ligt in het mooiste bed waar je ooit in gelegen hebt. De bloemenzee met al zijn kleuren en al zijn geuren
zo ver als je oog kan reiken, zie je die bloemenzee. En je wordt nog dieper rustiger en vrediger en blijer dan je ooit bent geweest. En dan, terwijl die bloemenzee nog groter wordt, dan hoor je plotseling de stem van de hemel en van moeder aarde. Beide praten ze tegen je. En beide zeggen ze: mijn lieve zoon, mijn lieve dochter, dit is ons cadeau. Bij elke ademhaling die je doet, bij elke ademhaling die je doet, adem je onze liefde, onze beschermde liefde in. En die liefde die je van ons inademt, dat zijn de bloemen. De bloemen die wij via het inademen aan jou doorgeven. Die wij jou doorgeven in je hartchakra. En zoals je ziet, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter, de bloemenzee is oneindig. Oneindig in kleuren en in geuren, maar vooral oneindig in liefde. Dit bed is jouw bed. Het is jouw ademhaling die ervoor zorgt wat wij jou kunnen geven, wat je nodig hebt. Geniet. Kijk en voel en zie om je heen. En voel de liefde. Voel de liefde van de bloemenzee die jou omarmt, die jou verwendt, die jou koestert. Voel het zachte bed van moeder aarde en de zon van de hemel. Die jou in jouw bloemenzee heel zacht en liefdevol streelt. Voel, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter. Voel hoe jouw hart, hoe jouw hartchakra nu gevuld wordt, nu gevuld is met de liefde van mij, van de hemel en van mij, moeder aarde. Voel de zachtheid en de mooiheid van het bloemenzee. Streel ze, koester ze.
Speel ze met je vingers en laat ook de bloemen jouw wangen berooien. En ruik de schoonheid. De schoonheid van de hemelse bloemen gevoed door moeder aarde. Voel de zachtheid. Voel de liefde, voel de vreugde, voel het licht. En terwijl je daar zo ligt, verwend, ontspannen, in jouw bloemenzee, de bloemenzee van de hemel en moeder aarde, doe je jouw gedicht. Naast die heerlijke geuren van die bloemenzee, voel je de aanwezigheid van de liefde van mij, van de hemel. En voel je de liefde van mij, van moeder aarde. Die voel je bij elke ademhaling dieper en sterker in je komen. En de geuren worden sterker. En ondanks dat je ogen dicht hebt, zie je al de kleuren van de bloemen. En tegelijkertijd voel je bij elke ademhaling de liefde van mij, van de hemel. En van mij, van moeder aarde, alleen maar krachtiger worden. Je hart, jouw boodschapcentrum is nu helemaal gevuld met onze liefde en de bloemen. De bloemen hebben wij jou gegeven. Die blijven daar. En jij weet dat je deze gift nu permanent in je hebt. En als je eraan denkt, dan voel je je hartchakra, meteen oplichten. Want je weet en je voelt dat de liefde van mij vanuit de hemel en van mij vanuit moeder aarde, onvoorwaardelijk is. Maakt je blij. Het maakt je vredig blij. Heel diep blij. En je blijft door je ademen. Je blijft door je ademen en bij elke ademhaling opnieuw voel je het licht, voel je de liefde nog meer binnenstromen en de bloemenzee wordt nog krachtiger en mooier en groter.
En terwijl je daar zo ligt, met je ogen dicht, heb je het gevoel dat de hemel en moeder aarde jou meenemen in jouw bloemenzee. Word je meegenomen naar het andere paradijs. En dan voel je. Dan voel je de schoonheid van de hemel. Prachtig mooi wit licht. En de zon die jou verwendt. En dan, als je dat hebt gevoeld en meegemaakt, word je weer teruggebracht. Teruggebracht in je eigen hart. In je eigen hartchakra. En je voelt nou een hele grote warmte. Krachtige warmte in je hartchakra. En dat mijn lieve zoon, mijn lieve dochter, dat is de onvoorwaardelijke liefde die de hemel en moeder aarde jou nu gegeven hebben. Je beseft het cadeau. Het cadeau van de hemel en moeder aarde. En
langzaamaan begint het besef groter te worden. Groter van het immense cadeau wat ze allebei gegeven hebben. En je weet dat als je straks je ogen open doet, dat het geen droom is geweest. Dat de hemel en moeder aarde jou die bloemenzee gegeven heeft. Je voelt nog steeds die prachtige warmte. De onvoorwaardelijke liefde voel je nog steeds in je hartchakra. En dan weet je zeker. Dan weet je zeker dat hun liefde voor altijd in jou zit. En als je je ogen open doet, je kijkt om je heen en het verrast jou. Je ziet de dingen anders. Anders dan daarvoor. En dan besef je helemaal. Het is de liefde. De onvoorwaardelijke liefde. Die jou die andere blik geeft. In jouw blik zit nu de liefde die de hemel en moeder aarde jou hebben gegeven. We doen nu weer onze ogen open.
En we houden de liefde. De liefde die we gekregen hebben van de hemel en moeder aarde. Die koesteren wij. En we weten dat de hemel en moeder aarde nu voor altijd in ons zit. En we zijn blij. Rek je lekker uit. Beweeg je wat en kijk naar die andere ogen om je heen. En je voelt je blijer. Je voelt je gelukkiger en blijer. Op een hele rustige, mooie, vredige manier. Understood as to understand.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We hopen dat u met hart en ziel genoten heeft. Vanwege de lockdown hebben we deze uitzending vanuit huis samengesteld en opgenomen. In de uitzending zelf reageren kan daardoor niet, maar wat wel kan, is contact via WhatsApp. U kunt Ioline en mij bereiken via het nummer 06 38 08 64 60. Ik herhaal 06 38 08 64 60. En Carol kunt u bereiken via 06 54 63 81 66. Ik herhaal 06 54 63 81 66. Via linkjes op de Facebookpagina van het programma kunt u voorgaande uitzendingen terugluisteren. Onze Facebookpagina heet heel toepasselijk Soul Light met een streepje tussen Soul en Light. Als u uitgebreid wilt reageren, gebruikt u dan ons e-mailadres info@soullight.nl. Ik herhaal info@soullight.nl. Ook hier met een streepje tussen Soul en Light. We zijn blij met alles wat u ons teruggeeft. Op zaterdag zenden we interactief uit via Zoom. We hebben een vaste groep luisteraars die elke zaterdag meedoen. Als er voldoende belangstelling is, willen we een tweede groep starten. Wilt u daaraan meedoen? Laat ons dat dan via WhatsApp weten. Ik herhaal het nummer nog een keer 06 38 08 64 60. Ter afsluiting wil ik u een fijne dag toewensen. Als u nog gaat werken, een zingevende werkdag. Als u straks naar bed gaat, een verkwikkende nachtrust. En waar u ook bent, maak van elke dag iets bijzonders. Tot volgende week. Bye bye, Soso Lobby. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.